En dan nu het nieuwsoverzicht van dinsdag 13 december. Gistermiddag debatteerden leden van de Tweede Kamer over de nieuwe permanente pandemiewet. Er werd stevig gediscussieerd over de wettelijke gereedschapskist, waarin vooralsnog ingrepen als schoolsluiting, avondklok en coronapas niet inzitten. Toch zijn de fracties kritisch, want via een achterdeurtje lijkt het kabinet die maatregelen alsnog snel op te kunnen leggen. Dat wordt in de wettekst omschreven als noodbevoegdheid... in geval dringende omstandigheden maatregelen vereisen. In de Gateway Pundit is te lezen dat de Wereldgezondheidsorganisatie... de John Hopkins University en de Bill and Melinda Gates Foundation... in Brussel de simulatie Catastrophic Contagion uitgevoerd hebben... Drie jaar geleden, vlak voor de uitbraak van corona, hielden deze drie organisaties een soortgelijke simulatieoefening, toen onder de naam Event 201. Tijdens deze recente simulatie behandelde de gezondheidsadviesraad van de WHO een fictief virus dat zijn oorsprong in Brazilië zou vinden en zich over de hele wereld gaat verspreiden. Een sheet toont dat dit fictieve virus Siers heet. Dit enetrovirus zou het lichaam binnenkomen via het maag-daamkanaal en bestaat uit onder meer hepatitis A en polio en valt het zenuwstelsel aan. In de simulatie werd ervan uitgegaan dat dit virus dodelijker is dan corona en met name gevaarlijk is voor kinderen en jongeren. Tijdens de oefening werd een reeks vergaderingen gesimuleerd van de WHO-adviesraad. Daarbij waren ook vooraf opgenomen nieuwsuitzendingen en live briefings van gezondheidsfunctionarissen te zien. In de fictieve nieuwsuitzending wordt aangekondigd dat de pandemie voorkomen had kunnen worden als landen pandemische operationele oefeningen hadden gehouden en zich hadden gehouden aan de pandemische richtlijnen van de wereldgezondheidsorganisatie. Nadat Elon Musk informatie vrijgegeven heeft. Waaruit blijkt dat Twitter samenwerkte met de FBI om tweets en accounts van conservatieven en anderen te censureren, te verbieden en te schorsen, komt er steeds meer bewijs naar buiten dat ook het State Department in de Verenigde Staten, Facebook, YouTube en Google zich richten op accounts die informatie deelden waarvan de Amerikaanse regering, de Democraten en de sociale media-ambtenaren niet wilden dat die gedeeld werd. Zowel de FBI als de CIA waren geïnfiltreerd op de hoogste niveaus van Twitter en waren betrokken bij bedrijfsbeslissingen aan de top. In een toespraak op televisie heeft de nieuwe president van Peru, Dina Boluarte, aangekondigd de verkiezingen twee jaar naar voren te willen halen. Ze wil daarvoor een verzoek neerleggen bij het parlement. Boluarte hoopt daarmee de onrust in het land in te dammen. Vorige week werd haar voorganger Pedro Castillo afgezet en opgepakt, en sindsdien is het onrustig in het land. In de hoofdstad Lima braken gevechten uit tussen demonstranten en politie, waarbij tientallen mensen gewond zijn geraakt. Castillo heeft veel steun onder boeren en de oorspronkelijke bewoners van Peru. Boerenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke staking van onbepaalde duur die vandaag gaat beginnen. En dan het weer vandaag kan de dag in sommige regio's beginnen met een misbank, toch is er vandaag ook ruimte voor de zon, al zal de temperatuur amper boven het vriespunt uitkomen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het nieuwsoverzicht.